Jawel, BZVS Willem heeft de liefde eindelijk gevonden. Boer zoekt vrouw heeft boer Willem veel gebracht, maar niet waar hij naar op zoek was, de liefde. Een oude bekende deed de vonk wel overslaan, onthult de verliefde boer gisteravond in de Boer zoekt vrouw special. Samen met Yvonne Jaspers blikt Willem terug op zijn Boer zoekt vrouw avontuur in 2012. Hij was toen de eerste mannelijke deelnemer die op zoek ging naar iemand van hetzelfde geslacht. Ik vond het tijd dat er een boer kwam die een man zocht, vertelt hij daarover. In mijn eigen jeugd heeft het 10 jaar geduurd voordat ik geaccepteerd had dat ik homo ben. Ik denk, dat kan anders, het kan sneller en het kan beter, dat geluid wilde ik eigenlijk vertellen. En dat heeft goed uitgepakt, zo stelt Willem, het werd een onderwerp tijdens de koffie bij agrarische families. Er werd eerst nooit over gesproken, nu werd er ineens over gesproken en ook nog op een positieve manier. Zijn deelname heeft dus een positieve invloed gehad op de homo-acceptatie in de agrarische wereld, maar op liefdesgebied mocht het helaas niet baten voor Willem. Hoewel hij er voor de volle 100% voor wilde gaan, was Klaas wat terughoudender. Hij had namelijk net een lange relatie achter de rug en het ging hem toch allemaal iets te snel. Ik wilde het niet horen, ik hoorde wat ik wilde horen, aldus Willem. De twee gingen na een relatie van 2 maanden uit elkaar, maar het contact tussen Klaas en de boer zoekt vrouwkandidaat bleef goed. Ik heb nog steeds een hele leuke vriendschap met hem, het doet geen pijn. Sterker nog, de mannen gaan er regelmatig samen op uit, we gaan vaak ergens kamperen of wandelen. Inmiddels gaat het Willem voor de wind in de liefde, je zit tegenover een heel gelukkig man, verklapt hij aan Yvonne in de Boer zoekt vrouw special. Het is nog pril, maar het is veelbelovend, er is een heel leuke man. De liefde tussen beiden is nog vers, maar ze kennen elkaar al van vroeger. Het is iemand die ik eigenlijk al 33 jaar ken, vanaf de tijd dat ik op de landbouwschool zat. Ik vond het altijd een leuke jongen, het vonkje is blijven branden en met Valentijnsdag heb ik een kaartje geschreven.